Hallo mensen van een gamekanaal. Gaan we daar verder met Red Dead Redemption. Ja, jullie vonden het kennelijk leuk, dus hier is weer een nieuw deel. En we gaan eens naar... zij, ik weet haar naam niet. Want we moesten haar gaan helpen, bla bla bla, en dan kwam alles goed. Back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. Oké, wat? What the hell? Wat? Oké, legit. Nee. Oh, focus. How am I gonna show you the ranch if you keep racing off ahead? Omdat ik gewoon al weet waar het paard is. Het is best obvious daar. There's the foreman's office. It's also where we lock up good for nothing outlaws such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarlane. Okay, Big. Oh, is dit mijn paard? Oh, is dit al die warhorse? Hop on up. Lol. You won't bite. Yeah. Dit is zeg maar een limited edition paard. Let's go. Oh. When you're riding close to companion, you can hold X. Ja, echt, ik heb de game al een keer eerder gespeeld. Maar oké. Okay. Moet zoeken in GTA. Your ride is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Oké. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Spannend. Echt, dat shit van, geweldig. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Waarom denkt iedereen dat ik een scumbag ben? First impressions are hard to erase. Aw, wat? Dat is racistisch, mevrouw. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished. Bringing in all sorts of new folk like yourself. Okay. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Waarom gaan we gevaarlijk over de treinrails lopen? Ik weet niet hoor, een trein en zo. Best wel gevaarlijk. Komt de trein aan, woesh, weg wij. Maar nee, gewoon eigenwijs zijn. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Spannend, nog steeds. Echt dat shit van yes. Gaan we nog iets anders doen? Oh. Wat? Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarlane. Wat? Oh, meen je dit? Oh, parkeren en zo. Opslaan. Come on, this is the only chance you're gonna get to rest. Onzin. Kom, let's go. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston. Miss McFarlane. Remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. We'd best get moving. This is a dangerous time of night for us. Oh, mount your horse, okay. Wel leuk dat we deze ook gelijk al golden hebben. Zo'n scumbag golden gun pakket FTW. Let's go. Keep your eyes open and try not to get yourself shot again. Oh, gaan we weer beginnen over het probleempje met de kogel. Dat is racistisch. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team.
Dus zij lokt ze en ik schiet ze af. Oké. Strak plan. Vind ik helemaal geweldig. Moeten we vaker doen. I don't believe it. Those damn rabbits are back. Give me a hand with them, will you? Waarom moeten we... Waarom moeten we... Oké, fuck dat. Hey konijn. You thought I couldn't use this, didn't you? Much obliged for the help. Them rabbits can be wily little critters. Dus we hebben nu gewoon net allemaal armzinnige konijnen afgeschoten. Nee, zoet. Doodnormaal iets wat je doet. Wel even reloaden, je weet maar nooit. Oké, kom hop. Chop chop, tempo. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Damn coyotes are back! We can't afford to lose any more livestock. Kill them, Mr. Marston! Oh, chick. Hey. I think they're going straight for the chicken coop. What? Come on! Come, hop, chop, what? Come, base. Hoppa. Hoppatee. Looks like that was the last of the coyotes. Just a shame we had to lose any of the chickens. Let's go. I'll take you back to your room. Was dit het? Wat? Ik had een spannende missie verwacht, maar oké. Okay. Coyotes en konijnen schieten is... You know, kan ermee door. You can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around what? The ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what this glitch, what the fuck? We'll do whatever we can to help you. Nee, strak plan, joh. I sure appreciate that, Miss McFarland. Oh, wat, daar kan ik mijn paard it's dumpen. It's you, Mr. Marston. Hitch your horse. Turn. Oh, oké, okay. Als ik dus kwijt ben, gaat hij daar weer terug. Oké, tof. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarlane. Okay, dus we hebben officieel nu een eerste safe state gevonden. If you sleep, you wake... Oh, dus 6 uur. Wat? Hij slaapt 6 uur, dat is niet zo lang. Dus als ik nu zou slapen, zou het 4 uur 's ochtends zijn. Wat? Okay, seems legit. Current Deadeye level 1 van de 3. Shit. Oh ja, we hebben 100. Ja, dat is ook nog waar. Oh, change outfit. Wacht. Oh, wacht. Yes, yes. Als het goed is, kunnen wij nu... Wat? Kunnen we die nog niet doen? Ah. Jammer. Dan moeten we... Kijk dit. We moeten... Zoveel moeten wij doen. Wat? Fu. Ik had gehoopt dat we minder moesten doen. Kunnen we nog iets van een soort minigame doen? Ah nee, we kunnen nog niet gokken en pokeren. Ah, zonde, dan zouden we dat kunnen doen. Ja. Volgende aflevering gaan we denk ik een missie doen van Bonnie. Ja, dat is, ja, Bonnie McFlair. Ja, Bonnie is er. Kijk hier, ergens was zo'n glitch. Even kijken, werkt die nog? Even kijken. Als het goed is, als je hier opklom. Ah, ja, maar hij werkt niet meer. Of ik doe hem verkeerd. Nou, voor de mensen die weten over welke glitch ik het heb, laat in de reactie achter hoe je dat ook alweer moest doen. Misschien kunnen we daar nog mee gaan kloten rond een deel. Ja. Ik hou het hier even bij. Omdat ik het ga proberen dagelijks. En dan kan ik niet echt de hele tijd een half uur episodes gaan recorden. Helaas. Ah, boehoe. Ja. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. En ik zie jullie morgen weer. En gelukkig nieuwjaar en zo. Want deze komt op 31ste. Dus eigenlijk voor mij over een paar uur. Maar ja, gelukkig nieuwjaar. Lekker oliebollen drinken. En dan zie ik jullie volgend jaar weer. Haha, snap je? Het is de grap. Oké, tot de volgende aflevering.